Hallo, mijn naam is Geert en dit is de preview vlog van krant nummer 12 die uitkomt op donderdag 20 juni. In de krant artikelen over de ontwikkeling van het geheimzinnige Achterhamplein, de renovatie van het Zonnewijzerplein, een nieuwe buurtuin bij buurthuis Gageldonk, kunst, egelvriendelijke tuinen en het Ribert-café. En uiteraard nog heel veel meer leuke en interessante artikelen. Lees ze snel. Door de klimaatsverandering wordt het steeds warmer. Zo ook hier in de Haagse Beemden. Hierdoor is de processierups flink in aantal toegenomen. De rups heeft haren, brandharen, die voor de mens irriterend kunnen zijn. Als u nesten van de processierups ontdekt, kunt u dit melden op de Facebookpagina van de gemeente Breda of bellen naar 14 076. Een begeleide wandeling maakte het mogelijk een blik te werpen op het schitterende landgoed Burgst. HB Nieuws was erbij. Op onze website staat een videoverslag en in de krant, op de voorpagina, een heel interessant artikel. Monika schrijft over de kwaliteit van het zwemwater van de Astertplas. Deze krijgt een mager zesje. De plas is zeer populair bij de honderden ganzen die dankbaar gebruik maken van deze recreatieplek. De rubriek In Beeld, geschreven door Alex, gaat dit keer over de sympathieke Natasja Donkers, een alleskunner. Op zaterdag 22 juni is er 's middags in de Apenrots een gratis toegankelijke rommelmarkt. Hartstikke leuk en lekker dichtbij. Zo, dat was hij weer, de vlog van krant nummer 12 die uitkomt op donderdag 20 juni. Hartelijk dank voor het kijken, graag tot de volgende keer en ik zou zeggen tot ziens.